Welkom bij Frankfurt 2017 deel 3 alweer. We beginnen bij Hyundai, want Hyundai boert erg goed met de derde generatie i30. We kennen natuurlijk de hatchback al, we kennen de stationcar. Er komt geen drie deurs meer, daarvan de plaats komt er deze fastback. Nou, het naam zegt het al, een hele schuine achterkant. Hij is een stukje langer. Het is een vijfdeurs, eigenlijk een soort vijfdeurs coupé zou je kunnen zeggen. Je zou moeten concurreren met een Mercedes CLA of een Audi A3 bijvoorbeeld. Nou, voorin kennen we het natuurlijk allemaal al van de gewone i30. Ziet er gewoon hartstikke goed uit. Ik heb het even ingesteld op mijn eigen positie en dan wil ik natuurlijk weten hoe zit ik achterin. Want ja, hij is lager. En lager betekent minder hoofdruimte. Hoeveel minder? Nou, dat is wel even aanprop moet ik zeggen. Maar deze heeft ook wel eens dat schuifdak. Dat kost ook een stukje ruimte. Maar knieruimte is niet alles. Daar koop je niet voor. Je kunt mensen achterin hebben. En hij, ja, wees eerlijk, hij oogt echt erg goed. Naast die i30 Fastback is er nog een speciale uitvoering van de i30 voor het eerst voor het publiek te zien. En dat is de i30N, eigenlijk de eerste hot hatch van de Hyundai. 250 of 275 pk uit een 2 liter turbomotor. En een agressief uiterlijk met een, wat mij betreft, fantastische babyblauwe kleur in dit geval. Nou ja, het klinkt allemaal heel serieus. En ook het feit dat de Hyundai op de Nürburgring, uitgebreid de Nürburgring aan de slag is gegaan, belooft veel goeds voor het rijgedrag van deze auto. Groot nieuws bij Toyota, een nieuwe Land Cruiser. In het buitenland bekend als Land Cruiser Prado, want dit is ja, eigenlijk nog de kleinste variant. Hij is niet helemaal nieuw. Het gaat vooral om de neus met liggende koplampunits, een stoerdere grill en deze bijzondere vorm in de motorkap. Daar schijn je een heel bijzonder uitzicht ook over te hebben. In de basis nog wel het uitgaande model, maar toch is ook het dashboard heeft men wel onder handen genomen. Er is natuurlijk een nieuw scherm. En er zijn nieuwe achterlichten, maar het blijft natuurlijk diezelfde iconische Land Cruiser met een ladder chassis die gewoon alles aan kan en ongetwijfeld weer over de hele wereld in de meest bizarre gebieden te zien zal zijn. En als zo'n Land Cruiser nou iets too much voor je is, maar je wilt wel Toyota rijden, pak dan deze Auris Hybrid Freestyle. Gewone Auris Hybrid met wat mooie dikke zwarte wielkrassen doorheen, dan lijkt het of je heel wat kent in terrein. En dat kun je ook, in elk terrein kun je terecht zolang het maar waterpas is en geasfalteerd. En ook bij Toyota deze CHR High Power Concept Car. Nou, je ziet het op zich zo gewoon een CHR, daar is niks mis mee. Een hartstikke succesvolle auto in Nederland en ik snap wel waarom. We hebben hem als duurtester. Ik rijd er graag in, ik vind hem leuk, mooi, bijzonder. Nou, deze CHR heeft een nieuwe visie op een hybride aandrijflijn. Meer dan gewoon alleen maar een Prius aandrijflijn. Wat het precies is, weet ik nog niet, maar de naam zegt al genoeg. High power, hij kan vast heel hard. En hij ziet er vast heel snel uit ook. In 2016 hoorden we het voor het eerst van WEY, W-E-Y. Dat is de premium tak van Great Wall, een grotere Chinees merk. En de auto's van WEY zijn inmiddels ook in China te koop. Dat zijn er volgens nog twee, de VV7 en de VV5. Maar om ook met de toekomst bezig te zijn en omdat het merk in de toekomst ook graag in Europa aan de slag wil gaan, presenteert het hier een elektrische crossover uiteraard. Dit is de XEV. En dan kun je misschien een beetje lacherig doen over die conceptcar van WEY. Dat is een beetje de conceptcar zoals bij ons 20 jaar geleden op de beurs stond. Maar als je aan boord stapt van zo'n VV5 in ieder geval, een productiemodel van WEY, dan zie je hoe goed die Chinese vorderingen maken op het gebied van de kwaliteitsbeleving. Het ziet gewoon echt mooi goed in elkaar. Het ziet er gewoon goed uit. Wel zie je ook dat die Chinezen die altijd over die beurzen rondlopen met kladblokjes en met cameraatjes, dat ook gehoord worden bij de industrie. Want hier in het interieur zijn duidelijk allemaal Volkswagen knoppen en andere details. Maar desalniettemin, beter goed gejat dan slecht bedacht. En het ziet er gewoon echt goed uit allemaal hier. Maar de auto die het meeste aandacht krijgt bij Hyundai is de Kona. Hyundai is een compacte crossover, dus de captuurconcurrentie. Je hebt hem al uitgebreid kunnen zien op de site. Er staat zelfs al een rijimpressie van. Maar ook voor deze auto geldt dat dit de gelegenheid is om hem voor het eerst in het echt te zien. En dat doen een heleboel mensen. Het is zelfs vandaag al ontzettend druk rondom die auto. En dat is ook wel logisch, want ja, het is gewoon echt een opvallend ontwerp. De manier waarop die achterlichten, die richtingaanwijzers hier zitten en de lichten hier. En aan de voorkant hebben ze dat eigenlijk ook op een soortgelijke manier gedaan. Aan de zijkant grote kunststof beplating. Lekker fris ding. Ik hou er wel van.
Citroën heeft ook een enorme publiekstrekker, de C3 Aircross. Opnieuw compacte crossover, is natuurlijk super hip. De opgehoogde variant van de C3, opgestoerd en hij zit ook wel weer vol met leuke details, vind ik zelf. Zoals bijvoorbeeld dat achterste zijruitje met die lamellen. Dat is niet standaard, maar het maakt hem natuurlijk wel af. Ook het creatieve kleurengebruik enzovoort. Ik heb hem zelf al eerder gezien, want hij was bij de statische introductie. Dus als je ons op Instagram volgt, dan heb je hem ook al eerder gezien. Marjan, Citroën, leuk en aardig. Waar is DS? Ja, heel gek, want ze hebben de DS7 Crossback, maar die zijn er dus niet. Citroën is het enige merk van PSA dat hier vandaag aanwezig is. Terwijl DS toch met uitstek als nieuw merk zich zou moeten profileren op een beurs, zou je zeggen. Mijn idee. Maar PSA zegt, dus het geldt ook voor Peugeot, want het zijn er ook niet. PSA zegt, beursdeelname is niet meer vanzelfsprekend, maar we komen alleen als er daadwerkelijk iets nieuws te melden is. En hier hangt zo'n nieuw ding. Nou, des te meer complimenten dus voor Citroën. Ze gewoon wel durven aanwezig te zijn hier op deze beurs. En veel merken, meer merken natuurlijk. Dus blijf vooral hangen. Binnenkort deel 4 van IAA 2017.